In deze één na laatste vlog vanuit Ghana zie je dat ik de jungle inga. En ja, dat is even andere koek. Zag je een slaaf? Ja, daar. Hey! Je ziet het weer in een nieuwe vlog. Ik ga nog even wat vette drone shots maken. Mariette wilde ergens mee naartoe nemen. Kees, heel leuk. We gaan de speelhoek in. Maar we gaan naar de jungle, dus wel dat je een jungle outfit aan moet. Hoezo? Dat vind je niet. Het is leuk, maar niet voor in de jungle. Dus ik heb hier... Wat leuks voor jou. Een tijgerbroek. Is misschien wat groot, maar dat... Serieus, ik ben Gerard Joni niet, hè, die de jungle in gaat. En een leuke hoed. Dus dit moet ik aangaan doen vandaag. Dus, let's go! Oké, ik heb me dus weer iets aan laten smeren. De broek is 40 maten te groot en ik sta dus compleet voor paal in de jungle. Maar wat maakt mij het uit? Want ik heb een missie vandaag. En die missie is dat ik op zoek ga naar Selma. Selma hebben wij 6 jaar geleden ontmoet. Ze was toen nog baby en had nog geen naam. Ik was met Selma van Dijk daar op bezoek in haar dorpje. En zij werd dus vernoemd naar Selma van Dijk. Het was een super speciaal moment. En kijk even mee naar dat moment van toen. In het dorpje is onlangs een babytje geboren. Oh, girl. 100% adorable. Oh, mooi, dat is echt wel waar. Wat een zoetje. Is het oké if I hold her? Ach, lieverd. Dag, schat. Dag, mijn meisje. Hallo, wat ik allemaal kan. 1 week. 1 month, 1 week. Zeg, laat het doen. Kamala, dat King Songa. They will really be grateful for their daughter to be named after you, Selma. Oh. Yeah. Ik heb een kleine Selma. Ja, dat is toch mooi? Dat je hier ergens in een bush staat en dat er een meisje naar je vernoemd wordt. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Dat is schattig. Ja, ik ga dus vandaag Selma opzoeken. Met een cadeautje van grote Selma en een rugzak vol superleuke spulletjes. Ik ben klaar voor die jungle. Here we come. Nou, ik ben onderweg, maar ik heb begrepen dat er wat oponthoud is. Het is echt ongelooflijk. Ze staan met z'n drieën voor de Jeep, voor de Nissan Patrol. En hij doet het weer eens niet. Kijk. Dus we hebben een probleem. En dat geeft ook meteen weer aan dat ze die Jeep echt keihard nodig hebben. Het is hun enige vervoersmiddel. En hij doet het dus weer niet. Dus mocht er iemand naar het ziekenhuis moeten of ergens heen... Serieus? Hij doet het weer. Waarschijnlijk voor tijdelijk. Wat is er aan de hand, meneer? Ja, er was iets met de elektrische bedrading aan de hand met de auto's. Het is nog even spannend of we de dorpjes in kunnen gaan. Nee. Ja. Ik hoop het echt. Ja, dit is dus waar jullie wel meer mee struggelen, hè? Ja, heel veel. Dus, als we het weer maken, dan een paar weken later gaat het weer kapot. Onderdelen zijn niet altijd even goed te verkrijgen. Dus we hopen dat hij het nu blijft doen. Dus even handen geknepen, samengeknepen. Yes. Kijk, en als ze de dorpjes ingaan, nemen ze allemaal spullen mee. Toiletpapier, water uiteraard, schriftjes. Nou, een hele auto vol. Hopen dat hij het blijft doen. Volgens mij kunnen we. Let's go!
af en toe hoor je even een gilletje van achteren van de dames. Gaat hij nog? Het is een beetje hommelen zo. Ja, nou ja, we komen er wel. Maar het is inderdaad geen gasten in de weg hier. We zijn aangekomen in het dorpje waar kleine Selma woont en op school zit. Ik ben heel benieuwd waar ze is. Ik ga naar ze op zoek. Moet je eens kijken. De hele school staat buiten, joh. Mariet. Ja? Is dit Selmaatje of niet? Hier staat kleine Selma met haar broertje. Kijk eens. Hallo. Zeg hallo. Zeg hallo. Ze denkt, wie is die man in die tijgenbroek? Het is natuurlijk niet een dagelijks gezicht. Het is echt gegroeid, ja. Superleuk om zo te zien en dat het goed met haar gaat. We gaan even naar haar huis, geloof ik, hè? Ja, we gaan even bij haar huisje kijken en even haar moeder hallo zeggen. Leuk. En dan kan ik daar ook even het cadeautje overhandigen. Zeker. Ja, je ziet achter mij dat alles wat in de jeep ligt uitgeladen wordt. En ze kunnen hier natuurlijk alles goed gebruiken. Hè? Je zag net wat er achter in de jeep ligt. En ja, dat komt allemaal goed terecht hier. Het dorpje waar we zijn heet Hennekrom. En achter mij op dit moment is Mariette de kinderen aan het vermaken. Het is het dorpje wat Hanuka, dus Mariette, een soort van geadopteerd heeft. Dus nou, je ziet het wel, ze zien ze hier heel graag komen. Ik kan me ook nog een beetje nuttig maken hier, want ik mag de pakjes drinken uitdelen. Ja, Spreker, wie is die man in die tijgerbroek? Thank you. Het wordt er steeds beter in. Here you go. Zo, we hebben Selmaatje even meegenomen van school. En we gaan nu richting haar huis. Ja, dit is even andere koek, hè, zo'n dorpje. Ongelooflijk. Ja. Nou, 6 jaar geleden stond je hier ook, hè? Ja, klopt. Ja, in dit ja, huisje. Ja. Nou, zullen we even een bankje gaan zitten? Kleine Selma erin. Zo. Ja, ik denk ook, wie is die man met die roze rugtas, hè? Here you go. This is for you. Dat is heel dicht. Wow, you want to open? Shall I help you? En hoe leuk, hè, Kees, dat ze dus ook nog steeds de naam Selma noemen. Een naam die nooit in Ghana voorkomt. Nee, precies. En iedereen noemt haar elke dag Selma, dus dat is haar naam echt gebleven. Hoor je dat, Selma? Dat is echt heel bijzonder, hè? Maar dat wist je al. Kijk, alsjeblieft. Wauw. En het zit helemaal vol met leuke dingetjes. De jeans. Is een beetje op de groei. Wauw. Voilà. Do you like it? Ze is een beetje overbodig. Hoppé. Kijk eens, nou. Hey. Oh, look how nice. You're a top model. Nice. This is for school. Yeah. I think there's pencils inside and pencils. A ruler and a sharpener. This. Oh. Nou, hier zit het hele alfabet in. Oh, that's nice. Here you go. En dit, nou hier zit ook nog wel wat voor de broertje in. Selma heeft zoveel leuke dingen meegegeven. Dit zijn schrijftekenblokken. Oh, leuk allemaal. Nou, Selma. Kan dit. Het kan leuk. Allemaal niet op. Kleurtjes. Wauw, all for you, Selma. Nou, wat super van Selma dat ze dat aan kleine Selma heeft gegeven. Ze is heel verlegen, Kees. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Oh, met pet, zegt ze. Ze zegt, ik vind het heel leuk. Oké.
Zeg bye bye, Selma. Dankjewel, Selma. Ze heeft haar handen vol, ze kan bijna niet meer zwaaien. Ik heb niet helemaal verstaan. Thank you so much and thank Selma so much and thank God for putting Selma in her heart to give this wonderful gift to her. She's so happy. Nou, hoe bijzonder was dit? Kijk, oma is blij. You're happy, hè? Bedankt, zegt ze. Nou, graag gedaan. Jij bedankt Selma voor de cadeautjes voor kleine Selma. Het komt heel goed terecht, dat heb je gezien. Ze is een beetje verlegen, maar dat snap ik heel goed. Ja joh, dit zijn dus huisjes hier in het dorp. Even binnenkijken hoor. Dat maakt dus wel even indruk. Ik sta nu in een huisje en er slapen hier dus 5 mensen. De bivakeren hier 5 mensen. Nou, het is zo klein. Je kan echt je kont niet keren. Zo lekker als een mandje. Nou, dit kan je natuurlijk geen huis noemen. Ongelooflijk, hè? Flinterdun matrasje waar ze dan met z'n allen op liggen. Tja. Er is dus geen water in dit hele dorpje. Ze moeten 10 minuten lopen om een waterput te bereiken. Nou, dan leven hier toch echt best wel veel mensen, hoor. Allemaal op een kluitje. Ja, rond de 100 mensen wonen in dit dorpje. En als je ziet, het is heel primitief. Geen water, geen elektriciteit, helemaal niks. Nee. Maar ze zijn niet heel ongelukkig. Ze hebben nog steeds wel heel veel plezier in het dagelijks leven. Ja. Ondanks dat ze zo weinig hebben. Zo weinig hebben, ja. Dat is ongelooflijk. Ja, wij hebben ook wel heel veel nodig in ons leven in Nederland. Ja, heb je het nodig? Ja, heb je het nodig? Nou, je ziet happy faces en zijn blij met de kleine dingen die uitgedeeld worden. Ze genieten. Ja. En natuurlijk zouden ze misschien wel iets anders willen, maar ze zijn niet heel ongelukkig op dit moment. Bye bye, Selma. Hey Kees, hier halen de vrouwen uit het dorp, alle dorpjes eromheen, allemaal water. Dus het lijkt mij leuk als je voor die vrouwen even water gaat halen en naar ze toe gaat brengen. Maar deze put is voor hoeveel dorpen? Ja, voor 10 dorpen hier in de omgeving. Komen ze hier naartoe om water te halen? Sommigen moeten een uur lopen om hier water te halen. Nou, ik wil het wel even testen eigenlijk, hoe dat de water. Kom op. En dan pompen. Ja. Zo. Oké. Zo gaat het dan. Zo, we lopen. En hoe lang was dat lopen, Mariette? Ja, sommigen moeten een half uur lopen naar hun huisje. En dan die kant uit, naar rechts. Naar rechts, ja. Even kijken waar ik loop. Slang, serieus. Daar. Zie je snake mode. Ja, als je een slang hebt, dan moet je wel weg. Huh? Ja, waarheen? Zag je een slang? Ja, daar. Nog steeds? Grapje! Ik ga weer gewoon verder. Ze hebben mij ook ooit een keer laten schrikken zo. On moon! Ja, dit is het. Oké, voor mij is de bedoeling dat ik nu deze mand bananen op mijn hoofd. Zo! Nee! Dit is echt niet normaal zo zwaar.
uitzien. En dan lopen. Oké. Okay. Wow. How long do you walk with this? I will give it to you then. Are you giving it to her? Yes. I thought you were going to the house. Dat is Dit is echt heel zwaar. Maar serieus. Er is niet aan elkaar hebben. 4 miles loopt ze. Deze mensen moeten dus nog 6 kilometer lopen. En het is zwaar, het is niet te doen. En we geven ze even wat geld, want ze hadden honger. Kijk, zo gaat het. Maar echt respect voor deze mensen hoor. Maar heel bijzonder om te zien. Bye bye. Bye bye. Safe journey. Yay. Safe journey. Bye bye. In de volgende vlog, en ook meteen de laatste vanuit Ghana, krijg ik een Ghanese dans voorgeschoteld. En moet ik zelf ook nog even mijn heupen losgooien. En help ik bij de bereiding van een traditioneel Ghanees recept, fufu. Like deze video en als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, dan nodig ik je van harte uit. Tot de volgende bestemming.